red flag. Ja. Mijn vriend gaat nog steeds best vaak op Tinder. Girl. A massive fucking pass. Smash or pass. Hey. En welkom bij een nieuwe aflevering van Smash or Pass. Waarbij jullie kwesties gaan verbeteren in het leven. En dat doen we door middel van te smashen. Of te passen. So, let's kick it. Let's kick it. Nou, zal ik er maar beginnen? Nee, trap hem af. Oké, Lisa, 18. Hallo, meiden. Hey, queen. Mijn beste vriendin die ik al heel mijn leven ken, is achter mijn rug om met mijn ex gegaan. Ik ben hier via achtergekomen en heb haar hiermee geconfronteerd. Zij zegt dat het niks voorstelt en dat ik hier niks van mag vinden, omdat ik niet meer met hem samen ben. Aan de ene kant wil ik haar hierdoor nooit meer zien of spreken, maar aangezien ik haar al heel lang ken en ze echt een goede vriendin is, wil ik ergens de vriendschap ook niet stuk laten gaan. Wat moet ik doen? Hoor je. Pest that bitch. Ja, pest that bitch. Ik moet zeggen, er is één uitzondering en dat is als jij... Want kijk, sommige mensen zeggen al als ze met iemand hebben gezoend, is mijn ex. Snap je wel? Mm-hmm. En als je een relatie hebt gehad met deze persoon, dan doen we best. Want dat is gewoon echt heel raar. Er zijn zoveel jongens, meiden, zeg maar. Hoe moet je per se gaan met de persoon waar jij een relatie mee hebt gehad? En ik denk ook wel, het is haar beste vriendin. Ja, dat dus is wel raar. Hebben het over die jongen gehad en ja. Of hoe leuk ze vond. Dus en de break-up en de dit. Snap je? En misschien is het op een bepaalde manier gebeurd. En om dan te zeggen, ja, het is je ex, dus maakt niet uit. Je mag er niks van vinden. Ja, dat vind ik raar. Ik echt belachelijk. En een beetje de gaslighting. Dat is van, echt... je mag er niks van vinden. Dan denk ik echt, oké, maar volgens mij heb jij iets gedaan wat niet netjes is. Dus ik mag nu vinden wat ik wil. Ja, exactly. Je like mag hopen dat ik je zeg maar gewoon vergeef. Maar niet zo van, je mag niks vinden. Dat vind ik een rare manier van omgang. Dat vind ik een red flag. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dus als jij misschien iemand heel snel een ex noemt en het is een jongen waar je een keer mee hebt afgesproken en mee hebt gezoend. Ik vind dan persoonlijk alsnog dat jouw vriendin dat had moeten zeggen tegen je. Maar ik vind niet dat dat dan niet mag. Maar ik vind wel dat ze dat moeten zeggen. Het gaat ook om de hele achteraf ergens achter moeten komen. En dat iemand dan ook nog een beetje attitude heeft. Dat vind ik gewoon een beetje raar. Ja, ik ook. Dat vind ik een red flag. We're gonna... I hate that. Pass that bitch. We're gonna pass it. Okay, we're gonna pass. We're gonna pass. And away. Yeah. Go ahead, baby. We're gonna pay. We all pay. Waarom is dat zo lekker? It's so such a good feeling. It's just a feeling, innit? Okay, next. Anoniem, geen leeftijd, zegt. Okay, geen leeftijd. Het is altijd moeilijk. Okay. Hey meiden, mijn vriend gaat nog steeds... Wacht even, I need to reframe for this. Hey meiden, mijn vriend gaat nog steeds best vaak op Tinder. Hij zegt dat dit voor de grap is en dat hij dit doet met zijn vrienden, maar ik vind het toch heel vervelend. Ook merk ik dat hij vaak naar andere meiden kijkt. Hoe moet ik hiermee omgaan? Girl, massive fucking pass. Like, hoe is het een joke to like project other women en daar het jokes over te gaan maken? Like, is you good, manige? Oh my god, sorry. Een grap is echt de grootste red flag. Mijn ex zei dit ook altijd. Als hij zeg maar dingen deed die gewoon niet oké, waarom zei hij dit? Het is letterlijk een grapje, kom op. Dacht ik, een grap? Vind je het grappig als ik met jouw vader ga? Nee. Shut it down. Nee, ik vind dat echt niet grappig. Het is echt niet leuk. Ik vind het wel grappig dat wel. Maar dit is niet grappig. This is not a joke. It's not. It's a real life, babes. Nee, ik vind het echt heel erg. Ik vind dat echt belachelijk, zeg maar. Ook al is het een joke. Je gaat op een bepaalde manier met vrouwen om. Zeg maar, like, how is that funny to you? Sommige dingen zijn niet grappig. Like, als ik jou nu schop en ik zeg het is letterlijk een grapje. Like, vind je het dan grappig? Dumb? Nee. Dit is eigenlijk niet eens om over te praten. Je wordt gewoon echt gegaslight hier. Echt, ik heb dit zelf ook meegemaakt. Daarom heb ik echt zoiets van, ik ben echt allergisch voor. Het is letterlijk een grap. Dan denk ik, oké, haha, ik maak het uit. Who's laughing now, bitch? Best. Wat Tante Hiel zegt. Ja, nee, dit is echt een nee. Dit is echt een nee. Ja, oké. Maakt niet uit hoe oud je bent. Want brother, soms kan ik nog denken van, oké, maar misschien ben je 13, maar dan nog, zeg maar. Het is gewoon nee. What's that, brother? Okay, anyway, your turn. Ik ben alweer bij mijn laatste. Oh ja. Anoniem, ook geen leeftijd. Hey meiden, ik heb gezoend met een jongen die dezelfde naam heeft als mijn broer.
Ik vind hem een leuke jongen en wij hebben ook nog contact. Maar ik heb hier dus al vaker met vriendinnen over gehad. En dan kunnen we er ook wel echt over lachen. Maar ik vind het gewoon raar. Met alles wat we doen is en blijft hij toch dezelfde naam hebben als mijn broer. Ja, ga je niet veranderen. En denk dat het mij misschien ook gaat tegenhouden. Ook over de reacties die je dan gaat krijgen. Wat zeggen jullie? Smash or pass? Curly. Curly, don't be buffed, babe. Smash. Like, kijk, smash that man. Je kan niet verbaasd zijn dat als je broer Daan heet, dat er dan nog 500 andere mannen zijn die ook Daan heet. Dat is echt zo. Snap je? Just saying. Girl, you good. Bedenk een leuk naampje voor dus, hem. Ja, bedenk een leuke een tweede bijnaam. Naam? Noem hem bij zijn tweede naam. Like. Geef hem een bijnaam. Als hij Salvador heet en je noemt je broer Sal, dan noem je hem Salim. Of Door. Of Dory. Of gewoon schatje. Poepie. Baby. Poekie. Poekie bear. Nee, oprecht. Poepie. Dit is echt geen probleem. Ik kan me dus wel voorstellen dat als hij je kietelt of zo en je roept dus zijn naam van oh my god, stop. Dat je dan echt meteen echt denkt van during, ah. Echt zo during sex, weet je wel dan. Ik denk niet dat ze daar nog is. Ja, nee. Ik weet natuurlijk niet hoe oud je bent. So je klinkt een beetje jong. Ik denk niet dat je je zorgen maakt over seks nog. Nee. Maybe you are. I don't know. Girl. Always say smash. Het is geen probleem, joh. Nee. Bedenk een leuke bijnaam. En je komt er wel. Ik heb ook wel eens gedate met een jongen die had een hele vervelende naam. Oh. Ik durf die naam niet te zeggen. Luister maar. Het gaat bliepen. Ja. En ik vond ook ooit een jongen... How was that experience? Ja, het was hard. Ik moest een bijnaam bedenken voor hem. Ik vond ook ooit een jongen heel leuk. Die heette Klaas. Klaas, als je dit kijkt. Ja, nou ja. Maar dat was ook een naam waarvan ik dacht, hoe ga ik hier ooit mee werken? Maar ja, weet je, uiteindelijk is het maar een naam. Ja. Je komt er wel bovenop. Next. Last one. Eva zegt, hoi girls, ik heb al een tijd... Sorry, ik moet gewoon nog steeds lachen om het feit dat ik net zijn naam zo heb gefluisterd in jouw oor. Hoe raar dat is. Oh ja. Oké, anyways. Hoi girls, ik ben al een tijd bevriend met twee meiden apart van elkaar. Nu heb ik ze niet zo lang geleden aan elkaar voorgesteld en zijn we met z'n drieën ook gaan afspreken. Inmiddels merk ik dat zij het heel goed met elkaar kunnen vinden en dat ze zelfs zonder mij afspreken samen. Ik vind dit lastig en weet niet of ik hier wel of niet wat van kan zeggen. Wat zouden jullie doen? Eva. Laat me je zeggen hoe je hier meegaat. Dit gebeurt heel vaak. En ik vind dat je mensen niet kan en moet claimen. Al helemaal niet als het je vriendinnen zijn. Maar ik kan me best voorstellen dat je best wel gepasseerd voelt op het moment. Dat. Vooral omdat jij ze aan elkaar voor hebt gesteld. En heb je bijna het idee van, jullie zijn mijn vriendinnen. Like, hoe vinden jullie elkaar nu leuker dan mij? Jullie zijn hier door mij. Maar het gaat niet altijd om jou. Dat moet ik gewoon heel eerlijk hebben dat gezegd. Dat is wel pijnlijk. Het is pijnlijk. Hurt. Like, I've been in this situation. Ja, ik ook. Dus soms is het inderdaad wel pijnlijk. Maar je voelt je kapot gepasseerd. Ja. Alleen, jij bent de main character van jouw leven. Maar andere mensen hebben ook een leven. En dat is echt iets wat ik echt pas sinds een paar jaar door heb. Dat ik denk van, ja, maar waarom zouden zij niet mogen chillen zonder mij? Maar het moet niet op het punt komen dat ze je buitensluiten. Because if that's the point, dan is het wel. Dan zou ik ook zeggen van, joh jongens, ik weet niet hoe jullie je voelen. Superleuk dat jullie zo goed bevriend zijn. Maar ik heb jullie aan elkaar voorgesteld en nu word ik nooit meer uitgenodigd. Zeg maar, het voelt gewoon een beetje raar. Maar je moet wel weten dat zij niks fout doen, in feite. Basically. Maar als je de rotter voelt, kan je dat altijd gewoon zeggen. Dat je zegt, ik weet dat het gewoon, jullie moeten vooral afspreken. En ik vind het alleen maar superleuk. Maar ik voel dat, ik heb jullie natuurlijk aan elkaar voorgesteld. En nu zie ik jullie allebei niet meer. Omdat jullie met elkaar alleen maar afspreken. Dat vind ik gewoon jammer. Ja. En dan weet je ook, kijk, als ze je echt buitensluiten, dan nogmaals, dan weet je echt wat voor vriendinnen het zijn. Ja. Dan hebben ze elkaar gevonden voor het leven. En dan weet je zelf ook wel genoeg, denk ik. It is hard. Yeah. Like, it hurts. That's okay. Maar... Girl, we gotta move. We got dollars to make. You know? Quick paper. Focus on yourself, guys. Get that money. Focus get that pesos. Yourself. You know? And be happy. Don't forget to live, laugh, love, Eva. Bitch. Oké, dat was het. Ja, nou, we hebben weer echt super veel leuke vragen meegegeven. Ik vind... Oh, wacht, we hebben het nog niet gesmashed. Oh. Eva... Smash voor het, is, het komt allemaal goed. Ja. Het komt goed. En als het je irriteert, mag je gewoon zeggen dat je het jammer vindt. Ja. Maar onthoud, dus
Don't be too mad about it. Oké. Okay. Anyway, ik vond het weer heel informatief en super leuk. En wij hopen natuurlijk jullie ook. En wil je nou zelf ook een kwestie aan ons delen? Please do, you know. Feel free. Ja? En misschien komt jouw vraag dan in onze volgende Smash or Pass. En dan zien we je weer bij de volgende aflevering. Doei, schatjes. Bye. Bye.